Het heeft echt mega lang geduurd, maar eindelijk is het dan zover. Ik ga weer een rank level 25 halen. Dat is echt mega lang geleden. Want als we gaan naar... Oh ja, dan moet ik even kijken bij minste trofeeën. Of deze, dat kan ook. Maar in ieder geval, bij de vorige 6 knokkers heb ik ze niet meer gepusht naar de rank level 25. Ik had er gewoon niet meer zoveel zin in. En het belangrijkste, ik had er gewoon niet zoveel tijd meer voor. En tijd is ook wel belangrijk. Want als je heel erg moet haasten om al die knokkers te kunnen pushen, ja, dan heb je ook automatisch wat minder zin. Maar de afgelopen dagen had ik iets meer tijd. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga Miko gewoon pushen naar de rank level 25. En we zijn er bijna! Dit is denk ik de eerste keer in een half jaar tijd dat ik weer een keertje een knokker naar rank level 25 heb gepusht. Want ja, ik heb dus gewoon 6 knokkers overgeslagen. Cordelius ben ik nog wel een eind gekomen. Die heb ik op de 548. Dus misschien is het wel leuk dat ik Cordelius binnenkort ook weer een keertje ga pushen naar rank level 25. Maar Miko gaat sowieso gebeuren. Ik vind Miko een mega leuke knokker om mee te spelen. Dus ik dacht, weet je wat, dit gaan we gewoon doen. En ik heb trouwens ook wel 3 rewards hier natuurlijk. We krijgen 1000 coins. We krijgen 150 krachtpunten. En we krijgen nog 100 credits. Dus dat is ook wel altijd nice meegenomen. Ja, dat krijg je natuurlijk ook als je veel speelt met de knokker. Maar ik ben heel benieuwd hoe dit gaat. Ik hoop dat we gewoon de potjes in één keer kunnen winnen. En dat we niet moeilijk hoeven te doen. Dat we zeg maar weer verliezen winnen. Dat we uiteindelijk een uur bezig zijn. Want soms is dat wel. Dan speel je zeg maar hier lekker een push video. Probeer je rank level 25 te halen. En dan lukt het voor geen meter. Ja, dat hoop ik echt niet dat dat nu gaat gebeuren. Maar we zien het wel. Maar voordat we dat gaan doen, doe dat duimpje omhoog. 1000 likes heel nice zijn. Want dit kostte wel veel tijd om dit voor elkaar te krijgen. De support wordt gewaardeerd. En vergeet niet te abonneren en op dat belletje te drukken. En mocht je een aanbieding kopen met kerst, auto nieuw of überhaupt iets kopen, vergeet dan natuurlijk niet de code BOUS te gebruiken. Wordt gewaardeerd. Maar laten we maar beginnen. En dan beginnen we denk ik met Duo Showdown. Ja, dat vind ik wel chill. Want ik weet niet. In Solo Showdown wordt altijd zoveel geteamd. En daar kan ik altijd heel slecht tegen. En ja, op zich, Duo Showdown heb je dat een stuk minder. En dan moet je wel een beetje afhankelijk zijn van je teamgenoot. Of die een beetje goed is. Maar dan kan je zelf ook goed spelen. En dan win je ook wel. En ja, ik vind het gewoon net wat leuker. Alleen het best kan je natuurlijk gewoon met iemand spelen die je ook daadwerkelijk kent. Wat gaat die Brock doen? Die is hier in het midden. Oh, daar is een Bo. Ja, daar moeten we voor oppassen. Want zo'n Bo, dat is wel gevaarlijk. En hij heeft wel een kill, mijn teammate. Dus dat is wel lekker. En verder zit er niemand in het midden. Dus dat is nice. Kom maar, teammate. We hebben het midden. En dat is in deze map wel geniaal. Want dan kan je echt heel chill spelen. Ja, helemaal als je dan de knokker bent voor dichtbij. Dan kan je helemaal iedereen slopen. Maar ik denk dat het voor ons goed is om hier gewoon lekker te blijven. En geen gekke dingen doen. Dat wil ik sowieso niet. En kunnen we die Bo nu hebben? Ja, dat kan wel. Ja, dat is top. En dan moet ik hier nu wel wegwezen. Oh, donder. Oh, donder. Oké, ik krijg nog wat damage tegen. En nu moet ik hier helemaal op passen. Oké, dit is nog wel goed gekomen. Het scheelde niks. Hoho, daar was ik toch iets te gretig weer, hè. Dat gebeurt toch wel erg snel. Dat ik wel net iets te gretig ben. Die boog gaat de andere kant op. Zit mijn teamgenoot nog in het midden? Ja of nee? En ja, die zit hier inderdaad. Oké, dat is mooi. Dus dat betekent dat ik dit gewoon weer kan overnemen. Oké, ik moet hier even uitkijken. Ik moet niet te aanvallend gaan spelen. En ja, wat zullen we hier doen? En kunnen hier even kills maken, denk ik. Ja, inderdaad. Mooi, dan hebben we 2 krachtpunten. Is toch fijn meegenomen. En dan kan dit potje wel prima worden. Ik moet mijn teamgenoot wel eventjes helpen. Kunnen hier even die Piper hebben. Ja, dank u. En Gadget erbij. Oké, nu ga ik hier weg. Oké, dan had ik die Piper bijna. Maar net niet helemaal. Mijn teamgenoot is nu dood, dus dat is balen. Maar ik kan die bow hebben, dus dat is dan wel weer chill. En ik heb mijn super, dus dan kan ik eventueel altijd nog hier de boel ontsnappen door mijn super in te zetten. En mijn teammate is ook bijna terug. Ik zal mijn super even inzetten. Want dan kan ik hier even ervoor zorgen dat we hier terugkomen. En dan kan ik ervoor zorgen dat mijn teammate terugkomt, dus dat is ook lekker. En dan hier even zorgen dat ik allemaal kills kan maken. En ja hoor, lekker! Oké, dan heb ik nu alweer mijn super. Dus die gaan we natuurlijk inzetten. En dan moeten we even gaan wachten waar Janet terecht gaat komen. En let's go! Easy game! Oké, nou easy was het niet, maar het was wel een pittige game. Ik heb mijn teammate wel een beetje gecarried. Die heeft trouwens wel veel damage gedaan. Maar we hebben wel voor gezorgd dat we dit eerste potje hebben gewonnen. Dan moeten we nog 1 potje winnen.
En dan hebben we rank level 25 gehaald. Hey. Oh, dan hoop ik echt dat dat gaat gebeuren. Oh ja, en we hebben nog een star drop erbij dan. Dus dat is ook wel lekker. Oh, nu ben ik gespannen. Ik ga geen solo showdown doen, want dan ben ik helemaal bang dat ik het ga verpesten. Want soms dan doe ik dat dan. Dan denk ik, oh, één trofee, dan doe ik even een potje solo showdown. Want dan is het toch 4 genoeg. Maar ja, daar ben ik nu echt bang voor. Dus dat doen we niet. We hebben nu een Nico als teammate. En volgens mij is dat best wel een goeie. Dat heb je bijna nooit. Dat je gewoon twee Nico's al in één team hebt. Ze gaan hier volop in de aanval. Maar dat is juist chill voor ons. En oké, ik kan nu niet aanvallen. Maar mijn teammate wel. Dus dat is chill. Lekker. Oké, dat is mooi. Dan gaan we als Mico team even de rang level 25 halen. Dat zou toch wel mooi zijn als dat gaat lukken. Oké, die Spike die doet even wat damage. Ik zal even hierheen jumpen. Want anders zit ik daar ook niet chill. En wat gaat die Bo doen? En kom, we gaan op die Bo samen. Ja, let's go. Oké, top. Dat is weer chill. Team Mico voor de win, jongen. We slopen iedereen. Dit is wel leuk. Als we op deze manier de rank level 25 halen, dan heb ik daar echt vrede mee. Nou, vrede mee, dan, ik heb er sowieso vrede mee. Ook al halen we op een andere manier de rank level 25. Maar dit vind ik wel echt leuk. Wat gaat die Spike doen en die Bo? Die doen wel een beetje irritant. En die kan ik nu hebben. Hier, dank u. En als jij die Spike pakt, dat zou helemaal top zijn. Ah, dan ga ik nog dood ook nog. No! Oh, dat was stom. Ik had gewoon moeten aanvallen. Want zoals mijn teammate nu ook deed. Want dan had ik gewoon die mijnen kunnen ontwijken. Maar ja, maakt nu niet uit. We leven nog en dat is voor nu het belangrijkste. En we zitten in de top 3. Dus we moeten nog één plekje omhoog komen. Oké, mijn teammate zet ze super in. Dan denk ik dat we hier wel kills kunnen gaan maken. Ja, dat gaat inderdaad lukken. Lekker hoor! En we hebben de top 2 plek. Dus de rank level 25 is gelukt. Haha! Let's go! Oké, nice. Oh, dit is wel heel erg chill. Ja, mijn teammate speelde echt mega goed. Dat is echt niet normaal. Maar de rank level 25 is gelukt. Sterker nog, we zitten op de 760 trofeeën. Dat is ook wel heel nice. Met nog een star erop erbij. Ik vind dit wel echt geweldig. Dan weet ik het goed gemaakt. Dan sluiten we nog even af. En dan doen we nog één potje knokbal 5 versus 5. Ik was veel te bang dat we dat zouden gaan verliezen. Maar nu durf ik dat wel aan. Weet je, we hebben nu toch de rank level 25 al gehaald. En mijn teammate... Oh, die speelt wel redelijk netjes, ja. Ja. Heeft hij ook echt rang level 30's? Oh, dat zie ik zo niet, 1, 2, 3. Maar hij speelde wel erg goed met Mico. Maar dan doen we nog één potje 5 versus 5 knokbal. En dan sluiten we daarmee af. Dan kunnen we even kijken of Mico op rank level 25 niveau ook nog een beetje goed hierin is. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. We hebben Bibi, we hebben een Sandy, Fang en was teammate. Een Jessie ook, en dat heb ik wel ontdekt. Dat Jessie mega goed is hier. Oké, wat doet die Fang dan? Oké, ik kan even kijken of ik die Mico kan hebben. Ja, dat kan inderdaad. Moet wel even uitkijken. Kunnen die Edgar nu hebben? Oké, die is nu ook dood. Dus dat is wel chill. Moeten we even oppassen. Oh, we krijgen echt heel veel damage tegen. Even hier kijken of ik hem kan hebben. Oké, ik ga nu bijna dood. Oké, kunnen even kijken. Kan ik die Mico nu hebben? Ik heb in ieder geval een kill gemaakt. En we krijgen geen gold tegen. Dus dat scheelt ook weer. Alleen ben ik wel benieuwd waar de bal nu is. We worden wel echt keihard naar achteren gepusht. Dat sowieso. Oké, lekker Jessie. Dat is mooi. Dan kan ik nu wel even over het ijs lopen. Want hier is toch niemand. En dan ga ik hier even richting El Primo. En dan kan we hier even mooi damage doen. En jump. En dan heb ik daar in ieder geval weer wat damage gedaan. Ik heb een super volgens mij. En daar kan ik iets meer als Mico zijnde. Weet je, je moet heel erg aanvallend spelen. Net speelde ik wel iets te aanvallend. Maar met je super kan je ook daadwerkelijk iets meer. Ik zal even hier naartoe gaan. En met een beetje mazzel kunnen we hier dan scoren. En even kijken of dat gaat lukken. Ik kan even mijn gadget aanzetten. Oh. Oké, in ieder geval die El Primo super ontweken. En ik kan die Spike nog even damage doen. Maar een kill lukt niet. Maar weer die Jessie met 2 kills. Mico totaal niet geschikt hier zo. Jessie super geschikt. Als je echt wil winnen in 5 versus 5. Dan moet je echt Jessie kiezen. Dat is echt niet normaal overpowered. Oké, hier, kom op. Kom op, baby. En die scoort. Nice, we staan 1-0 voor. Zou mooi zijn als we dit potje ook nog kunnen gaan winnen. Ook al speel ik eigenlijk totaal niet lekker dit potje. Het zou toch mooi zijn als dat gaat lukken. Oké, we kunnen even kijken of we hier kills kunnen maken.
Oké, ben ik dood? Nee, dan krijgen we een tegengoal. Shit, ik kon die bal niet wegschieten, want ik had geen ammo meer. Dus dat is wel een beetje balen. Wat zal ik doen? Zal ik nu iets aanvallender gaan spelen? En we kunnen hier even damage doen. Even mijn gadget erbij en dan weer een hit. Ja, dan is hij daar dood. En hier kunnen we die Poco hebben. En dan kan ik nu even mijn super aanzetten. En ik zal even kijken of ik die Spike kan killen. Want die is wel redelijk sterk. En dat zou wel nice zijn als ik die eventjes kan killen. En oké, ik heb in ieder geval ervoor gezorgd dat ze iets levens eraf hebben. Maar meer dan dat kan ik ook niet doen. Oké, het is extra tijd. Ik zal meteen mijn super zetten. En dat zet ik zo meteen als ik land. Zet ik ook meteen mijn hyperkracht in. En dan hoop ik dat ik hier in ieder geval wat kan doen. En mijn hyperkracht erbij. Ja, oh, dan moet ik even kijken of ik hier kills kan maken. Ja, dat lukt. En hier nog even kill. Ja, dat lukt ook. En dan hier een kill. Ik kan weer mijn super inzetten. Hoppa. En dan kunnen we misschien nu gaan scoren. Dan heb ik toch nog op het eind even een paar lekkere moves. Ik ga weer voor die Spike. Want die Spike die is veel te goed. En kan ik weer mijn super inzetten. Ja, dat lukt. Oké, nice. Die moet je scoren. Ja, hoor. Let's go. En dan winnen we dit potje ook nog. Aan het eind had ik toch nog een paar goede moves. En ging ik uiteindelijk toch nog een beetje goed spelen. Nou, als je kijkt naar damage valt het wel mee. Ik heb nog best wel wat damage gemaakt. En dan hebben we gewoon de 771 trofeeën met Nico. Nou, ik vind dat een mooie afsluiter. Ik laat het erbij. Ik bedank jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check Bowser.nl voor de Bowser Army kleding. Hoi.